Meestal heeft een inwoner al heel goed bedacht wat hij nodig heeft. En dat proberen we dan zo concreet mogelijk op papier te zetten, samen met de inwoner. Heb je geldzorgen? Blijf er niet mee rondlopen. In dit programma wijzen we je de weg. Bokstel biedt iedereen een helpende hand. Goedemorgen, Wegwijs. Spreek met Debbie. En mijn functie is consulent bij Wegwijs onder andere. Consulent Wegwijs is de voordeur bij Wegwijs, waarbij we vragen aannemen van inwoners en we een quickscan afnemen op alle leefgebieden. Okay. Hoe ziet zo'n klein pensioen eruit voor u? Een quickscan is een scan waarbij we op alle leefgebieden aan de inwoner vragen wat de bijzonderheden zijn. Om zo de hulpvraag zo concreet mogelijk geformuleerd te krijgen. Meestal heeft een inwoner al heel goed bedacht wat hij nodig heeft. En dat proberen we dan zo concreet mogelijk op papier te zetten samen met de inwoner. Mijn taken zijn mensen proberen te helpen met hun schuldenproblemen, maar ook met hun financiële problemen. Het kan ook zo zijn dat mensen bijvoorbeeld te hoge energiekosten hebben of de boodschappengeld niet meer bij elkaar kunnen rapen. En dan kijken wij naar de mogelijkheden hoe wij deze mensen hieruit kunnen helpen. Wij nemen in eerste instantie eerst telefonisch contact op met cliënten en bespreken dan de situatie. Want soms kan het ook via een telefoon al geregeld worden. En anderzijds nodigen we ze uit voor een intakegesprek of we gaan op huisbezoek. Mensen hebben liever dat we op huisbezoek komen, want het is een vertrouwde omgeving. En dan is de angst weg en de schaamte vervalt. Op die manier vertellen ze ons meer wat er aan de hand is. En zodoende kunnen wij de mogelijkheid bespreken om tot een oplossing te komen. Dus mensen, heb je financiële problemen, heb je schuldenproblemen, aarzel niet, twijfel niet, neem contact met ons op. Je staat er niet alleen voor, wij kunnen je hierbij helpen. Ik zou zeker de inwoner willen adviseren om te bellen. Wij denken bij Wegwijs met iedereen mee. We kunnen verwijzen naar partners zoals bijvoorbeeld de voedselbank, maatschappelijk werk, de GGD, maar ook naar het wijkteam om verder mee te kijken met de inwoner wat er nodig is. Dus ik zou zeggen, niet bang zijn, gewoon bellen, wij denken mee. Goed, dankjewel voor uw vertrouwen en we gaan ermee aan de slag. Armoede kan vergaande gevolgen hebben voor iemands leven. Financiële problemen kunnen er bijvoorbeeld voor zorgen dat iemand minder kans heeft op het volgen van een opleiding. En daarnaast kan het ook gevolgen hebben voor je woonsituatie en ook voor je gezondheid. Goedemiddag, Tini. Ik heb een mini blauw pasje. Ja. Kom alsjeblieft hier naartoe, want anders gaat je gezondheid eraan. En dat is veel en veel erger. Voorbeelden daarvan zijn bijvoorbeeld een gevoel van schaamte. Mensen kunnen zich eenzaam gaan voelen, kunnen in een sociaal isolement terechtkomen. De vierde theorie is de agenda-theorie. Het is vervelend en schrijnend om te zien als kinderen er niet bij horen. Een kind wil erbij horen, hier op school, maar ook buiten school. Daarnaast kan er ook sprake zijn van stress of van bijvoorbeeld een depressie. Dus de impact die kan enorm zijn. En ik zou vooral willen zeggen, op het moment dat je merkt dat je portemonnee wat vaker leeg is, zoek dan vooral contact, want de steun die is er. Pardon. Ik ben naar Contour in de Twern gegaan en die hebben me doorverwezen naar de gemeente. En die ambtenaar die heeft me gewoon heel goed geholpen, zodat ik helemaal uit de problemen ben gekomen. Wat me opvalt is, wanneer ik met mensen spreek, dat het onderwerp van gesprek eigenlijk steeds vaker de hoge prijzen is of dat het gaat over de hoge woonlasten die mensen hebben. We hebben heel veel vragen op dit moment over financiën, over de energietoeslag. Maar ook hoe kom ik rond. En je merkt ook dat er steeds meer zorgen ontstaan. Mensen hebben steeds vaker moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. En nou, dat baart mij ook wel zorgen. Binnen de gemeente Bokstel zijn er diverse instanties die samen met de gemeente kijken hoe we de mensen die krap bij kas zitten kunnen ondersteunen.
Wij worden benaderd door onze ketenpartners, zoals de zorgaanbieders en woonstichtingen. Hierbij te denken aan woonstichting Joost. Zij signaleren schuldenlasten en benaderen ons dan om contact op te nemen met deze cliënten. Dat noemen wij het brede armoedenetwerk. Daarnaast bestaat er ook een armoedehulpverlenersoverleg. En dat is een overleg dat de gemeente samen heeft met Stichting Leergeld, met de Vincentiusvereniging, met de Voedselbank, woonstichting Joost en Contour de Twern. En wij kijken samen hoe we mensen op een eenvoudige, praktische wijze zo snel mogelijk kunnen helpen. Hey, Miet. Goedemorgen. Hoe zit het? Lekker. We waren dus gisteren bij iemand op bezoek die huurachterstand heeft. Die man hebben we gewoon geprobeerd te helpen. Achteraf bedankte hij ons en gaf hij ons een hand van fijn dat jullie zijn langs geweest. Als wethouder ben ik regelmatig aanwezig bij de diverse bijeenkomsten die er zijn. Omdat ik dan met eigen ogen kan zien wat er speelt. En zo kunnen we ook kijken hoe we met elkaar de mensen kunnen ondersteunen die het zo hard nodig hebben. Ik geloof ook echt in die samenwerking met onze maatschappelijke partners en de kracht die daaruit voortkomt.